Hoi Weegschaal, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, voor jullie reacties en natuurlijk de abonnementen. Ben je nog geen abonnee, klik even op de button. Het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd te zien krijgen. Mocht je nog ideeën hebben wat je graag wil zien in het kanaal, schroom niet om me een mailtje te sturen, lartistic6924@gmail.com. En ja, we gaan beginnen met de reading voor Sterrenbeeld Weegschaal van november. Sterrenbeeld Weegschaal, universum, ik krijg de beste kaarten. De meest duidelijke kaarten voor Sterrenbeeld Weegschaal. Luchtteken Weegschaal, zevende huis en wordt geregeerd door de planeet Venus. Sterrenbeeld Weegschaal. Oké, daar valt er al eentje uit. De 10 van staven. We zullen kijken of die dadelijk terugkomt. Sterrenbeeld Weegschaal. Luchtteken Weegschaal. Zevende huis. Ik zie ook de keizerin. En de 8 van cups tevoorschijn komen. Sterrenbeeld Weegschaal. Wat is belangrijk voor Sterrenbeeld Weegschaal op dit moment? Weegschaal. Oké, daar gaan we, Weegschaal. De eerste kaart is de wereldkaart. Een nieuw hoofdstuk, een einde en een nieuw begin. Misschien heb je te maken met een van de vaste tekens. Dat zijn schorpioen, dat zijn stier, dat is leeuw en het zijn waterman. En daarnaast de krachtkaart, de sterbeeld leeuw. De 5 van cups is waterenergie, kreeft, schorpioen of vissenenergie. Teleurstelling. Dan de 8 van cups is ook weer waterenergie, jouw energie. Sorry, waterenergie is weer watertekenenergie. Jouw energie is uiteraard de zware energie, Weegschaal. Vertrekkaart in het verleden. De keizerin, heel mooi. Je staat in je kracht, heb ik het idee, Weegschaal. De schildknaap van pentakels omgekeerd. De schildknaap van kelken, de 10 van kelken, ook weer veel waterenergie zie ik. En dan de 8 van staven. En onder op het dek zie ik het rad van fortuin omgekeerd. Er is een nieuwe cyclusweegschaal in jullie energie. Het oude wordt afgesloten. Wat ik al zei, het kan zijn dat je met een vast teken te maken hebt. De krachtkaart wil zeggen dat iemand misschien nerveus is om jou te benaderen. Iemand heeft een beetje kracht nodig om jou te benaderen, Weegschaal. En dat heeft misschien te maken met teleurstellingen uit het verleden. Misschien hebben jullie allebei een teleurstelling gehad. Maar iemand denkt wel aan jou. Je komt elke keer weer in iemands gedachten terug. Maar het kost iemand kracht om jou te benaderen of vice versa. Het kan ook zijn dat jij kracht moet verzamelen om iemand te benaderen. Het heeft te maken gehad met een vertrek misschien. Iemand is een beetje vertrokken, is op weg gegaan naar rustiger vaarwater. Er is dus iemand vertrokken, heb ik het idee. Dat hoeft niet een groot vertrek te zijn. Het hoeft niet te zijn dat iemand ook naar het buitenland is vertrokken. Maar de keizerin zegt mij dat er, ja, of jij of de ander hebben samen toch wel, de keizerin is, zij zetelt op de troon, zij jaagt niks of niemand na, zij weet wat ze waard is. De keizerin brengt groei en vruchtbaarheid. En dus het kan zijn dat het toch een hele vruchtbare samenwerking was. Het kan ook zijn dat jij heel erg in je kracht staat in verband met self-love, Weegschaal. Je weet wat je waard bent, je weet hoe je de dingen moet doen, de dingen voor elkaar moet krijgen. Jij kunt een mooie wereld scheppen voor jouzelf. En ja, dan heb ik nog een kaart die te maken heeft met werk. Dat is de schildknaap van pentakels, ligt omgekeerd. Dat heeft te maken met een aanbod doen, een stabiel aanbod doen, maar dat ligt omgekeerd. Ja, het kan zijn dat het misschien een werkgever-werknemersrelatie is geweest. En dat iemand dus eigenlijk aarzelt om iets aan te bieden. Ik heb het idee ook, omdat die cupskaarten allemaal te maken hebben met teleurstellingen en vertrek.
dat er iets is gebeurd in het verleden en dat jullie het allebei moeilijk vinden om je hart open te stellen, om echt te praten over gevoelens. En, maar toch komt de gedachte, het kan zijn in jouw gedachte of in die anders gedachte, komt toch elke keer weer die persoon opduiken. Niet iedere dag, maar wel één keer in de zoveel tijd. Dat je denkt van, ja, goh. Ja, hier is wel een heel klein vergevingsbekertje. Een eerste aanzet tot misschien wel willen jullie allebei de lieve vrede bewaren. Dat kan ook. Dat je denkt, oké, we praten niet echt over onze gevoelens, maar we vinden het wel fijn om balans te brengen. Om vrede te brengen in deze relatie. Dus in the sake of peace doen we dat maar. De Ten of Cups betekent happy ever after. Dit is ja, toch wel soulmate energie. Dit is geluk. In de liefde, als het een liefdesrelatie is, dan ben je geneigd om ja, toch maar voor ja, de lieve vrede te bewaren, om dan zo verder te gaan. Maar geen van beiden legt echt de gevoelens op tafel. En er is ja, wat zenuwachtigheid, wat aarzeling, misschien van de andere kant om jou te benaderen. Iemand heeft in ieder geval kracht nodig om de ander te benaderen. De 9 van staven betekent ook the wounded warrior. Dit betekent iemand die heel veel achter de rug heeft, gewond uit de strijd is gekomen. Je kunt ook zien, iemand met een hoofdwond hier. Dit is iemand die veel voor te kiezen heeft gehad. En dat weerspiegelt misschien de hapering, de aarzeling van het samenkomen. Maar, wat ik al zei, want ik zie hier ook het rad van fortuin en de dwaas omgekeerd. Nog geen nieuw begin. Misschien kleine stapjes. Omdat je toch allebei de belangrijkheid van deze relatie inziet. Ja, de keizerin in het midden van het spel zegt mij wel dat het gaat om een zeer vruchtbare relatie. En dat er heel veel groei mogelijk is. Als je allebei misschien de teleurstelling verwerkt en uiteindelijk de kracht hebt om ook de gevoelens te bespreken. Zodat de boel is opgeklaard en je een nieuwe start kunt maken. Op dit moment is er nog een beetje een aarzeling. Het zijn nog kleine beginnetjes. En wat ik al zei, de lieve vrede bewaren in deze relatie is op dit moment nog het belangrijkste dan. Vol gas geven, vol met je gevoelens op tafel te komen. Dus dat is jullie reading weegschaal. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Bedankt en tot de volgende keer. Doei!